Wat voor soort pizza's heb je allemaal? Ronde. Breda nu. We zijn vandaag bij het foodfestival Bumperkluiven. En we gaan even kijken wat voor lekkere dingen ze hier allemaal hebben. Pizza's heb je allemaal? Ronde. Nee, maar ik bedoel, welke... Margherita, met salami, met ham, quarta stagioni, van alles. Echt van alles wat, heel breed. Ja. Nou, het ziet er goed uit in ieder geval. Dank je. Maar dit is jullie kar? Dit is verlengde van mijn zaak. Ik heb een eigen zaak in Berg op Zoom. Dus daar bakken we ook pizza's. Dus, daar is dit uit ontstaan? Daar is dit uit ontstaan, ja klopt. Doe je dit veel? Elk weekend. Dus wel echt druk door de week, ja, zowel. Maar... Dus door de week wat privé opdrachten en het weekend meestal dit soort festivals. We hebben hier zoveel lekkers. Ik ben er nu wat Iberico burgers aan het opleggen. Uitsmakelijk. En die hebben we in 3 varianten. We hebben de naturel uiteraard met bacon en kaas. En de Mo's Extreme. Mo's Extreme, Iberico burger, bacon, kaas en een heerlijk stukje buikspek van het Kapalem varkentje. Klinkt goed. Ik kan ook niet anders zeggen. Het is ook gewoon stiekem biesgoed. Heb je al... Het is niet om arrogant te zijn, maar het is gewoon allemaal puur. Het is vlees, peper en zout. En meer wil ik ook niet. Geen verdikkingsmiddel om het bij elkaar te houden. Gewoon lekker naturel. Gewoon puur. Een beetje kruidt zichzelf. Nou, kun je misschien eens vertellen wat je allemaal hebt? We hebben de smaak van de maand bij ons. Een spekkoek. En verder een beetje de populaire smaken. De yoghurts. Karamel zeezout wordt ook veel genomen. Dus ja, ik weet niet. Waar je van houdt, denk ik. Ik hoop dat we voor ieder wat wils bij hebben. Ik denk het wel. Ja? Gelukkig. Hallo. Hij wil gezellig even wat zeggen. Ja, even wat zeggen. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik begin jou. Ja, ook? Oh, ja, leuk. 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 Je bent leuk. Ja. En hier is het ook leuk. Ik bedoel een foodtruck festival. Ja. Jullie zijn hier alle dagen? Ja, we zijn hier alle dagen. Alle dagen. Alle jaren hoor. Alle jaren en alle dagen. Ja. Jullie wonen hier een soort van... Nee, ja, als Bumperkluif hier is, dan zijn wij erop. Wat vinden jullie ervan dat er hier zo'n foodtruckfestival hier in Breda is? Ja, gezellig. Ik woon hier om de hoek, dus dat is leuk. Ja, zeker. Al vaker geweest hier? Of? Nee, voor het eerst. En jullie gaan één dag of jullie zeggen wel, hey, we gaan morgen weer op? Nou, we dachten, we lopen even langs en de komende dagen gaat het niet lukken. Maar leuk om er iets van mee te pikken. Maar wat vinden jullie ervan? Zo'n foodtruckfestival in Breda. Ja, dat is fantastisch. Midden in zo'n woonwijk is toch helemaal super. Ja, als ik hier zou wonen, zou ik het al geweten hebben hoor. Helemaal super. Ik heb op het foodtruckfestival hier in Breda genoeg gegeten. Mijn buik zit vol. Tot de volgende keer. Breda nu.